Yo, YouTube, welkom weer met deze nieuwe video. En uh, we gaan nu de Premium Team of the Week pack uh, zometeen we openen. En uh, we gaan dus eerst even kijken naar Team of the Week zelf. Kijken wat er in Team of the Week zit. En uh, vervolgens gaan we hem openen. Ik laat even mijn team ondertussen zien. En uh, ja, dan gaan we naar de gameplay. Ja, we hebben 36k op dit moment op de bank. Dan laat ik eerst even mijn team zien. Dat is dit. Op zich, ja, nou ja, die rechtsback natuurlijk. <laughs> maar ja, ik wou eigenlijk weer die uh, 87G navals halen. We hebben nu 36K. Ja, eigenlijk als je niks pakt, heb je alweer 30K erbij. Dus dan zitten we op 66K. Maar ja, we hopen natuurlijk op even een leuke speler. Want ik zag dat het wel een redelijk leuke team op de week is. Met de Mo Salah en zo. De tweede team op de week van Salah zit er gewoon in. Ah, Salah die gaat wel lekker met zijn team over de week, hè. Kijk, de Liverpool Legend is die Salah. Even kijken, wat hebben we hier? Upamecano. Twee ton. Oké. Okay. Op zich uh, is dat niet te duur. Ik bedoel, het is wel lekker, weet je, om dat te pakken. 200k. Alaba. Ja, weet je, het zijn een, beetje, het zijn een, paar, het zijn een paar leuke spelers. Okay, weet je, sommige spelers zoals Rice. Nou, even kijken, waarom is een Mount dan? Mount. Is... Ik vond hem ook wel een redelijk prijskaartje. 40k of zo tot nu toe lijkt het op. Nou, dus dan ik deze man. Ik verwacht dat ik gewoon een Taliet krijg. Oh, met twee slechte. Daarachter. Ja, gewoon. Dat is wat ik verwacht. Maar ja, het kan ook natuurlijk zijn dat ze geen Walker krijgen. Oh, dat zou heel slecht zijn. Nou, een Galaxy. Kan ik ook wel verwachten. <laughs> Jawel, nog een Nederlander. In deze team of the week in Eredivisie. En een Nederlander. Simeone heeft ook op zich wel een leuk kaartje. Wat verwacht ze van hem? 150k prijsrandje. <laughs> ze verwachten wel dat hij ja, wat waard wordt. Uh, maar ja, het gaat nu natuurlijk allemaal om deze man. Mohammed. Het gaat allemaal om mootje. Om salen als ik hem pek, jongen. Ik word echt gek. Als hij hem maar. Ik verwacht er niks van. Waarschijnlijk hebben we niet eens een walkout. Maar dit is mijn eerste team of the week pack ooit op mijn eigen account. Op mijn eigen account is dit het eerste team of the week pack ooit. Kijk, wat hebben we? Er is niet eens een Lightning Round. Hoe bedoel je 25 kpacks? En ze hebben weer. En ze hebben nu Halloween shit. Item previewen. Nou, wat gaan we zien? Zo. So. Inge card design dat wel, hoor. <laughs> Oké, okay. we gaan hem openen, jongens. Komt ie, Premium Team of the Week pakket. Kom op. Nee. Fuck. Ja, je was kabang bang voor. Je was kabang bang voor. Ja, <clears throat> Wel die Nederlander, ouwe Jan. Maar uh, ja. Dit is niet al te best. In ieder geval kijken jullie deze video, jongens. Hiervoor. En dan krijg je dit. Ze is ziek. Uh, wat ga ik ermee doen? Ik ga hem denk ik wel naar de club storen. Hoe durf zijn die Acuna? Oh, die zijn er echt niks uit. Ik ga wel naar de club storen denk ik. En misschien wat binnenkort de uh, pack komt. Dat, dan, uh, dat ze dan omhoog gaan die 10 Weeks. Pakken toch nog iets meer winst. Maar uh, helaas jongens. In ieder geval bedankt voor het kijken voor de naar deze video. Later.